Baron School krijgt assistentie van LVV. De plantenkas van de Baron School te Mongo doet het goed. De leerlingen van de school hebben amsoi-zaadjes uitgezaaid. Die zullen worden overgeplant in het hydroponic systeem dat is opgezet in de plantenkas. Ermond Kromopawiro, resortleider van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in Marowijne en beleidsmedewerker Barbara Hegeman, deden de scholen aan om de vorderingen te bezichtigen. De plantenkas is in samenwerking met LVV opgezet. In 2019 introduceerde het resortkantoor Marowijne het telen van gewassen volgens het hydroponic systeem op de OS Sink Kampu in Mongo. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.